Kijkt naar de oranje ploeg, de Nederlanders die nog even loslopen voordat het grote duel met Australië begint. Een belangrijke wedstrijd, want het is een soort stoplichtsituatie in Pool B. Stel u voor, Nederland, Australië, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika hebben allemaal 3 punten. En daaronder staan er nog Korea en Maleisië, allebei met 2 punten. Het is voor Nederland en Australië de 3e wedstrijd. De andere ploegen die al 3 punten hebben, hebben al gespeeld. Belangrijk dus om winst te halen, want anders moet dat gebeuren in de laatste 2 wedstrijden. Want 1 of 7 heb je altijd wel nodig. In de laatste 2 wedstrijden zeg ik, het zou dus makkelijk zijn als de heren een voorbeeld namen aan de prestaties van de dames van morgen. Vroeg in de ochtend toen het 4-3 werd. En Nederland heeft op de tribune veel steun. Er zijn zo'n dikke 4000 toeschouwers, waaronder enorm veel oranje hemden. En daar komen de beide teams op met voorop de scheidsrechters Raymond O'Connor uit Ierland en Morgan Stevens uit de Verenigde Staten. Mark Delissen voert zoals altijd zijn ploeg aan. Een ploeg die geen wisselingen kent. Dat betekent dat sinds Delmé in de 2e wedstrijd opgesteld kon worden, dat Maurits Kruuk naar de kant is gegaan. En aan de andere kant, ja, daar staat een ploeg die het eigenlijk tot nu toe een beetje tegen de verwachtingen heeft gedaan. 2 wedstrijden en 3 punten. Iedereen zou verwachten Australië, de grote titelkandidaat. Want zo zijn ze gedoodverfd. Die maakt natuurlijk geen fouten. Maar dat gebeurde wel. En onder andere tegen Zuid-Afrika 1-1 in de 1e wedstrijd hier op het toernooi. De Australiërs hebben een ploeg met heel veel in ervaring. Zoals bijvoorbeeld York en Hager. Die 2 namen die u daar op de rug ziet. Zo'n Hager heeft 226 interlands inmiddels. En York die heeft er 170 nu. York staat samen met Wok in het centrum. En dit is de keeper, Lachlan Dreyer. En dan de laatste woorden van aanvoerder Mark Delissen tot zijn team. Men weet hoe belangrijk het is. Het moet vandaag gebeuren. En juist tegen goede tegenstanders speelt Nederland ook vaak zijn beste hockey. En daar hoort u ze, al die oranje klanten op de tribunes. Jansen, die heeft zich tot nu toe als een zeer betrouwbare kolie doen kennen. En als we de opstelling bekijken, dan zien we die zoals we hem steeds gezien hebben. Met op de rechtervleugelspits Taco van der Honert. Een plek die hij niet echt ambieert. En waar hij dan ook nog in dit toernooi niet echt 100% uitgekomen is. En hier 2 mannen bij elkaar. Hager en Delissen, die elkaar al, je zou bijna zeggen, 100 jaar kennen. Weten precies wat ze aan elkaar hebben. Hager, de bulldozer, de man die heel veel doelpunten maakt. Vrije slag, Wouter van Pelt. Jazet. En Delmé. En wat dus tot nu toe bijna niemand deed, dat doen de Australiërs wel. Die storen meteen voorin. Die gaan gelijk op de verdediging af. En het is meteen een blessure daar aan de linkerkant voor Smith. Delmé onder druk. Ja, en de man verstapt zich, want hij wordt niet echt geraakt. Zeker niet. Kijk, hij grijpt ook naar zijn knie. Dat is heel pijnlijk. Matthew Smith, een van de nieuwere spelers, de jongere spelers in het Australisch team. 56 interlands en dan tel je in die ploeg niet echt mee. U zag het breedte schuiven. Dat is eigenlijk in het hele toernooi het geval geweest. En met name Floris-Jan Bovenlander, die het op het middenveld een beetje als aanspeelpunt zou moeten fungeren. Die hoopt dat hij nou iets wat meer in stelling gebracht wordt. Want met dat breedtespel krijg je natuurlijk dat mensen die al heen en weer lopen op een gegeven moment ook niet meer weten waar ze naartoe moeten. Smith opgelapt en de vrije slag voor Delmé. Jazet. En dat is een foutje, lijkt mij, van Paul Lewis. Maar de aanval is voor Nederland via Delissen en Leo Kleingebbink. Delissen en Veen. En goed opgepakt door Lachlan Elmer. Die achterhoede die is ontzettend geroutineerd bij de Australiërs. Meer dan aan Nederlandse kant. Daar staan toch een aantal jongens die nog niet zo lang op die plek staan. Kijk, dat bedoel ik. Bovenlander wil aan de rand van elke actie staan. Maar dan moet hij de bal natuurlijk wel over de grond in de cirkel brengen.
Brinkman. Nog steeds rechtervleugelverdediger. Op een plek waar hij niet helemaal wild op is. Van de Honert. Knappe beweging. Komt er één voorbij en stuit dan op Lechlen Elmer. Wel mee en Van Pelt. Teun de Nooijer speelt tegen ook een van de jongere spelers, Sproul. En dat is de routine. Die man met nummer 15, Kenneth Walk. Bikkelharde verdediger met een uitstekende tackle. Paul Caudouin niet, maar Veen wel. Gaat de cirkel in? Ja, misschien een beetje hoog, maar de bal wordt door de Australiërs opgepakt. En dan moet je natuurlijk voordeel geven. Dan moeten de Australiërs er wat mee doen. Dat doen ze niet. Van de Honert. Ja, loopt toch gewoon op de goede tackle van de Australiërs. En die weten wat snel uitkomen is. Bijvoorbeeld via deze nieuwe man, Beden Choppy, met nummer 3. En op de buitenkant hier Paul Lewis. Komt in de cirkel, Del Mee erbij. En dat is heel gevaarlijk als die man aan de bal komt. Die nummer 2, Stephen Davis. De redding van keeper Jansen. Lange hoekslag via de stick van Leo Klein-Gebbink. Lewis. En dan moet je oppassen als die Heker daar voor het doel staat. En het is een strafcorner. Kijk maar. Dit is het schot wat gestopt wordt door Jans. En kijk eens hoe correct hij naar de zijkant ruimt. En de eerste strafcorner met Bovenlander op de lijn. Dat is wel snel in de wedstrijd. Maar ja, wat je moet kiezen als je een Heker voorin weet. Daniel Sproul die aanspeelt. En zoals we al het hele toernooi zien. Er is weinig coördinatie tussen het aanspelen van de strafcorner en het uitlopen van de verdedigers. Let u op Leo Klein-Gebbink, de man hier met nummer 3. Die houdt in, dat komt omdat er afgespeeld wordt en een variant. En dan is Jansen er altijd als betrouwbaar sluitstuk. Lange hoekslag. Nogmaals die actie. Niet Jay Stacey, de man die dat normaal moet doen. En dat is eigenlijk heel slecht doorgespeeld. Het was een makkie voor Jansen. Maar de druk blijft. Voor het doel en voor iedereen langs. Sproul zoekt ook naar medespelers. Stacey. Die wil naar Lewis, naar Davies, maar die kan hij niet bereiken. Stop ja zet. En die wordt even stevig aangepakt. En er zijn wat bezwaren tegen. Delen ze even erbij. En je zet grijpt eens naar het hoofd. Zo'n 117 in het land vandaag. Van ja zet. Kijk, dat was natuurlijk ook niet precies de bedoeling. Paul Lewis die is lekker bovenop. Onze Nederlandse verdediger gaat zitten en dan ook eventjes mag komen. En er is geen steun bij van Mark Heker. Denk erom, je bent gewaarschuwd. Nou, dat kost even tijd. En je zet is een en al concentratie. Weinig afspeelpunten, dan maar de scoop. En dat betekent in ieder geval dat de Australiërs terug moeten. Nou, dat middenveld staat wel erg vrij en dan kan Jay Stacey gebruik van maken. Heker loert en aan de buitenkant loopt Stephen Davis. En die zal laat de bal schieten. Nou, dat was toch een redelijke kans voor de Australiërs. De bedoeling is delen ze. En dan wordt het afgedaan als een gevaarlijke paas. Vrije slag dus voor Australië. Walk.
En Van Pelt die voor zijn directe tegenstander Stephen Davids kruipt. Maar die is er nu omheen. Heker gaat onderuit in het centrum. En Davids is over de achterlijn geweest. Dit is hem. De Nooier krijgt nog steeds het vertrouwen van Roeland Oltmans. Klein Gebbink. Kijk eens hoe keurig hij de bal beschermt. Goeie paas op Brinkman. Van de Hoornert. En van Veen. En Stefan Veen. Die ook nog niet in dit toernooi heeft laten zien wat hij eigenlijk allemaal kan. En wat hij dit seizoen wel liet zien. Natuurlijk. Vaak tegen andere tegenstanders. Maar wellicht komt het er vandaag uit. Bovenlander ziet een volle cirkel voor zich. En bij de eerste paal natuurlijk Mark Delissen voor de tip in. Ja, die komt op de voet van Wok. Die kijkt wel lelijk, maar het is een strafcorner. Probeer je natuurlijk altijd even de scheidsrechter aan te praten dat de bal omhoog de cirkel inging, maar dat was zeker niet het geval. Lomans dus het veld in, want dan zijn er drie mogelijkheden als je tenminste de variatie wil spelen of als je wat anders wil dan alleen het kanon bovenlander gebruiken. Brinkman speelt aan, dat is goed. Daar komt hij en wordt over het doel getikt. De sleeppush van Taco van de Hoornert. Lomans naar de kant en Dreher blij. Nogmaals, goede sleeppush en die gaat via de keeper over het doel. Nieuwe kans voor Teun Donooyer. Kei en keihard op de keeper. En dan komt Walk uit en dan komt Australië dus goed weg. Nou, Nederland is in ieder geval van plan om vorstelijk de aanval te zoeken. Spraal. Mooi opgezet hoor. Kijk eens en hoe de handig of dan die Stephen Davis is. AZ legt de stick plat. En het is een vrije slag voor Australië. En eigenlijk had de scheidsrechter de Amerikaan Horgan hier dus voordeel moeten geven. Heger. En dan is het gevaarlijk hoor. Want die kan schieten. Kijk eens eventjes. Liggend, staand, in alle standen kan hij het. En bij voorkeur liggend. Hoeveel doelpunten die zo al niet gemaakt heeft. Daar wordt zelfs op getraind. Inglijden en de bal intikken. En dat doen ze zelfs op zandvelden. Harde jongens, Australiërs. Kijk, dat is een beetje typerend voor Van der Hoornert. Zo'n bal moet hij natuurlijk hebben. Springt dan toch van de stick. Walk. Klein foutje. En daar maakt de Nooier gebruik van. 1 tegen 1 delen ze. Ja, dat doet hij handig, maar hij krijgt er niks voor. Jok. En Spraal. Overtreding de Nooier. Snel genomen, Davies. Richting Stacey. Stacey heeft een gat. Ziet Heger. Heker wil het met de omgekeerde stick. Nieuwe kans voor Stacey. En dan is maar goed dat Jansen erbij is. Maar dan is er opnieuw een kans voor Body. En weer is Jansen er goed bij. En dan is er een strafcorner. Ik denk dat hij Body op de stick sloeg. Biden Choppy. De achterste man. Nieuwe speler. Kwam uit de jeugd voor. En hier kunnen we dat misschien nog eens goed zien. Choppy zet in. En dan is het. Ja, nou, het is nauwelijks te zien. Het is in ieder geval een strafcorner en vandaar dat Jansen nog even verhaal gaat halen, want er is hier een meester in. Dan weet je natuurlijk niet of dat bij Amerikaanse arbiters werkt. Kijk, dus voor hem de waarschuwing. Bijzonder mens die Jansen. Stacey is de man die de bijl hanteert aan Australische kant. En dan is het kiezen. Komt hij bij hem, dan loop je door. Of moet je inhouden, omdat er een variatie gespeeld wordt en er misschien een rebound komt die gevaarlijk is. En dan loopt Leo Klein-Gebbink te vroeg uit, maar ik moet zeggen dat Spraal ook wel de tijd neemt. Ook hij in kaart.
Ja, dat wekt irritatie. Daar zou een regel op gevonden moeten worden dat je er niet langer dan een bepaalde tijd over mag doen, over het aanleggen om de bal af te schuiven. Want ja, als verdediger weet je ook niet waar je aan toe bent. Fluitje is geweest, dus nou moet je niet te lang wachten. Dit keer klopt het wel en is Klein Gebbink er laat uit. En is weer Jansen erbij en dan gaat de bal in het doel. Het is 1-0 en ik denk dat het Heker is, maar het zou ook Spraal kunnen zijn. Dat zullen we in de herhaling bekijken. Ik denk dat het Spraal was. Ze lopen met alle Australiërs in. Dus ook de man die aanspeelde, deze nummer 14, en hij scoorde. Dat is de stop. Het inzet van Stacey, daar is Spraal en Heker. Kijk, en het is Spraal die het laatste tikje geeft. Australië leidt met 1-0. Dat is Heker en dit is Spraal. Nou, Nederland weet nu waar het aan toe is. Van Pelt. De Nooier. Klein Gebbink. Die is snel en walkt niet meer zo. Op de been, ja, dat is een strafcorner, was het been van Lechlen Elmer. En Nederland kan dus gelijk wat terug doen. Tweede corner. En we zijn zo'n minuut of 11 bezig. Lohmans komt het veld weer in. En dan is er uiteraard aan de rand van de cirkel overleg over de te spelen variant. Dan wel het rechtdoor slaan. Stop. En te vroeg uitgelopen door met name Daniel Spraal. Wordt veel gewisseld aan de Australische kant. Baudouin is nu aan de Codouin is nu aan de kant. Kansje voor de Nooier. En wat doet hij dat schitterend. Zoals hij uit de rebound die bal over keeper Dreyer heen wipt. Een schitterend doelpunt na een uitstekend genomen corner. Het is 1-1. Leuk moment voor Teun de Nooier in zijn 68ste interland. Kijk, daar is de sleeppush van de Honert. Stuit weg van keeper Dreyer. En zo maak je dat dan af. Een wereldgoal. Tussen drie man in. Ja hoor, heel knap. En ondertussen is het spel aan de andere kant. En staat Van Pelt daar zwaar onder druk. Nee, dat is Delme die zwaar onder druk staat. Maar dat ziet u allemaal niet. Dan nog maar even aandacht voor deze de Nooier. Iets te veel vogelkunst van Leo Klein Gebbink. York. Was overigens frappant dat Nederland dus de kans kreeg om tot de strafcorner te komen. Doordat die Wok, als die gaat lopen, het af moet leggen tegen snellere jongens. Dat weten de Nederlanders dus nu. Het is inmiddels 34 die man. Dat is natuurlijk een hele leeftijd in het hockey. Ja, hij heeft er veel overtredingen tegen ook taken van de Honert. Eigenlijk alles al zijn wedstrijden al. En dat betekent dat hij niet lekker in zijn vel zit. En dat heeft alles te maken met de plaats waar hij speelt. Stacey. In het dagelijks leven barkeeper. Zo te zien heeft hij Ierse voorouders. Godwin, die dus het veld ruimt bij de strafcorner. En dan komt Stuart Carruthers erin. Ja.
Ja, dat is goed wat Nederland doet. Proberen de druk te houden. En daarmee het spel van de Australiërs ontregelen. Klein Gerwink. En Brinkman. Je ziet hoe moeilijk het is om kennelijk de diepte te zoeken. En dat is Van Pelt. Dat is een schitterende solo. En die is ook snel. Maar wel lange armen natuurlijk, hè, die walk. Lange hoekslag. En dat betekent dat Van Pelt teruggaat naar zijn achterste stek. En dat Bovenlander gaat aanleggen. Kijk, daar komt Delissen inlopen. Ja, en dan wordt die bal even afgezwenkt. Anders had hij er vast bij gekomen. Het voetje van Heger. Maar O'Connor wil er niets van weten. En dan maar zo. Dit is Heker. Ook een kilometervreter. Als het nodig is, ook in de verdediging te vinden. Goed aangenomen, Veen. Ja, is een mooie combinatie, maar de tempo is er alweer uit. Hoewel, de Nooier. Leuke duels met Strol. Heeft hij geen kind dan, zo te zien. Maar ja, dan struikelt hij op Bork. En die beging een overtreding. Althans, volgens de Nooier, maar voorlopig zijn de Australiërs weg. Aandacht voor Wouter van Pelt. Walk. Goed gezien van Brinkman natuurlijk meteen nemen. Walk raakte die bal het laatst. En nu zijn we in een redelijke, nou nee, niet echt redelijk gelijke verdeling van spelers. Oh, wat een kans daar voor de Nooier. Sproul liet de bal gaan en als hij hem op de stik krijgt, heeft hij de kans om uit te halen. Dat weet hij zelf ook. Davis en Stacey. Nou, Jacet kan ook zijn ellebogen gebruiken, dat moet je wel. Maar toch is Davis dan weg. Veen. Schitterend de bal ontfutseld door Paul Lewis. Brinkman voor zich, Lewis gaat door, is niet over de achterlijn. Ja, dan is 2-1. Ja, Heger. Wat een onattent ingrijpen van de Nederlandse defensie daar. De man werd keurig naar buiten gedreven, die linksbuiten, die Lewis. En dan denk je, nou dan kan hij weinig gevaar stichten als hij tot aan de achterlijn gaat. Toch komt hij eruit en dan staat Heger daar volkomen ongedekt. En zo'n kans moet je Heger niet geven. Kijk maar, de bal springt weg bij Van Pelt en Heger kan het afmaken. Brinkman verdedigt eigenlijk, zou je zeggen, niet dicht genoeg. Durft dat misschien ook niet. Dus kan de voorzet komen en Heger het afmaken. Australië leidt met 2-1. Del mee met een goede paas op Brinkman. Maar die heeft dan Biden Choppy een forse tegenstander. In het begin van het toernooi nauwelijks ingezet. Maar bij de tweede wedstrijd werd hij door Frank Murray al regelmatig de frontlinie ingestuurd. En nu begint hij dus. Nou, dat begrijp ik niet. Gerwink speelde de bal. En Bork kon niet remmen en ging dus over het lijntje en over de fotograaf. En dan kunnen we nog eens kijken of daar nou werkelijk opzet was, want er wordt inmiddels wel met een kaart gezwaaid. Nou, hij speelt de bal en Bork gaat gewoon door. Niets aan de hand. En het is een groene kaart, denk ik, voor Klein Gerwink. Nee, die gaat naar de kant toe. Dus die heeft geel gekregen. Dat is absoluut onterecht. Misschien krijgen we nog wel een herhaling van die overtreding, want Bork wordt nog opgelapt aan de kant. En dan moet er natuurlijk in het veld ook wat gewisseld worden. Dan gaat de Nooier naar de kant. En ze hebben voorlopig even een andere speler ingezet, Stuart Caruthers.
voor Kenworth, maar Nederland met 10 man. Na een zware straf van O'Connor. Dat is een zondaar die zich niet zo voelt. Nee, helemaal niks, zegt hij. Bovenlander. Dat is altijd gevaarlijk als die kan combineren met Delissen. Ja, dan moet Van der Hoonert zich helemaal omdraaien. Eindelijk eens even in het centrum. Dan voelt hij zich op zijn gemak. En nou mag hij zelfs naar links toe. Waar hij veel liever speelt dan op rechts. En dat is omdat de Nooier naar de kant gegaan is. En Maurits Kruker ingekomen is om de verdediging te versterken. Want je moet toch iemand hebben op die plaats waar Klein Gebbink vertrokken is. Brinkman dan tijdelijk links op het middenveld. En dit is denk ik de oplossing die je dan moet spelen als je in zo'n situatie komt. Laat ze Australiërs maar van achteruit komen. Zoals Bovenlander dat eerder zei, de eerste week moet je je wedstrijden winnen en de tweede week moet je aan subliem spelen gaan denken. Brinkman, dan zie je meteen dat hij op zo'n plekje zich meer thuis voelt. Gaat er veel meer agressie van hem uit. En hij houdt ook de vrije slag, de inslag over. Kruk. En Veen net niet. Ja, is natuurlijk moeilijk als er fix op de man gespeeld wordt om met 10 man dan eruit te komen. Ja, Bovenlander moet je echt voorbij hoor. Carruthers op Spraal. Paul Lewis helemaal op rechts. En Van Pelt die voor de nodige rust zorgt. York. Carruthers. Godwin. Zou eigenlijk de dragende middenvelder moeten zijn. Dat hebben we nog niet echt gezien deze wedstrijd. Ja, het is een overtreding, maar wat moet je? Ja, hij slaat ze uit alle standen hoor, Heger. En Remco van Wijk, inmiddels ook in de ploeg gekomen. Die probeerde te ruimen. Delissen, ja, wat moet hij? Op eigen helft spits staan te spelen. Nederland helemaal terug nu en alleen Remco van Wijk loopt nu voorin. Misschien kan die bereikt worden, delen ze. Op Brinkman. Ja, die wordt afgehouden door York en krijgt de vrije slag. En dat kan Brinkman ook. Maar hij laat het toch maar een Bovenlander over. Komt er goed in, zag u het, delen ze loopt in. Maar hij wordt afgefloten wegens buitenspel. De bedoeling was natuurlijk goed. Inlopen op de paas in de vrije ruimte. Davis. Carruthers. Godwin. En Elmer. Bok die gaat inderdaad naar de dugout toe. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat voor hem deze wedstrijd afgelopen is. Hij grijpt naar zijn rug. Ik kan me nauwelijks voorstellen wat dat met een overtreding van Klein Gebbink te maken zou hebben. Die overigens het veld weer inkomt. Dus hij heeft niet meer dan de 5 minuten gekregen. Terwijl een scheidsrechter dat wel mag doen. Alle wissels hebben plaatsgevonden, behalve die van de Nooier en Van Wijk. Maar de Nooier gaat er ook weer in komen. En de attentie was daar voor Walk. Ja.
betekent toch ook dat Roeland Oltmans ontzettend vasthoudt aan zijn basisopstelling. En de rest eigenlijk maar niks vindt op dit moment. Moet Delers ermee oppassen met het wegtikken van de bal. Want we hebben al gezien hoeveel kaarten dat oplevert in dit toernooi. De Nooijer, daar zit hij goed tussen. Tegen de voet van Carruthers, vrije slag. Carruthers, ook een fullback, ook een man die altijd in het centrum speelt als er iets aan de hand is met dan wel Walk, dan wel Joop. Vaste keus van de ploeg, al vele jaren. Davis, afgehouden door Wouter van Pelt. Schoppie. Minuutje of 10 nog in de eerste helft. En Nederland kijkt dus tegen een ongelukkige 2-1 achterstand aan. Nou, dat lost Kluk netjes op. Ja, dan zie je dat zo'n Delmé toch een beetje onder de indruk raakt van die nummer 1 en 2 van Australië die steeds proberen in te komen als er breed gespeeld wordt. Die Hager en die Davis. En daar heeft hij eigenlijk gelijk in. Carruthers. Spral. En een vechtende de Nooijer. Ja, is leuk voor Van Pelt. Hij begint toch wat greep te krijgen op die rechteraanvaller, op Stephen Davis. En het zou niet de eerste keer zijn dat Van Pelt in een toernooi tot een van de meest betrouwbare spelers uitgroeit. Ja, dat zeg je altijd op het verkeerde moment. Buitenspel. Stephen Davis. Het gaat moeilijk. De opzet van achteruit. Dat is wel duidelijk. Kijk eens hoe ver of Jazet terug moet om die ballen te ontvangen. Hetzelfde geldt voor Delmé. Veen, dat kan niet zo goed, hè, met een man in de rug een bal aannemen. En Delissen. Bereikt Veen, die staat niet buitenspel. Voetje van Elmer, lange hoekslag. Kruk achter de bal. Oef. Ja, nou ja, is dat bewust of niet bewust? Het is in ieder geval een nieuwe lange hoekslag. De bal ging uit via Michael York. Bovenlander zit aan de kant. En vandaar dus dat Kruk deze inslagen neemt. Ja, en O'Connor ziet er weer geen ongeval in. En dat betekent dus weer een lange hoekslag. Kruk kijkt. Bezig aan zijn laatste toernooi. Dan doet hij het maar zo. Nee, de ploeg heeft het zeer moeilijk om de oplossing te vinden. Beetje een scherm zoals de Australiërs opvangen. Bovenlander heeft even rust gehad en staat inmiddels weer langs de zijlijn. Want u begrijpt dat als die man niet geblesseerd is, kan hij dus ook nog niet gemist worden. Stacey. Van Pelt kijkt achterom, ziet dat hij voor zijn tegenstander Davis loopt.
En laat de bal dus gaan. En de naam Taco van der Honert, die hoort u bijna niet. Die loopt nou toch ook weer wat te zwemmen. Nu zit hij in de buurt van de bal, heeft zelfs de stick eraan. En dan gaat hij weer onderuit. En dat is een slechte paas, een hele slechte. En die kan opgepakt worden door Teun de Nooyer. Kijken wat daaruit gehaald kan worden van de Honert. Als hij eens één keer zo'n briljant moment heeft, gaat om Lechlen heen. En dan vindt O'Connor dat er niets aan de hand is. En mag Australië doorgaan. Choppy en de ingreep van de in het veld teruggekeerde Bovenlander. Kruk dus weer naar de kant. Alles gaat in de trechter en daar is het helemaal vol met gele shirts. Brinkman, de agressie straalt van zijn gezicht af, maar het wilde nog niet allemaal uitkomen. Veen, ziet er redelijk uit, 3-5, maar met deze Stefan Veen, de goed schot, maar het wordt gekeerd door Dreyer. Dan is dat hooguit verdedigen, zou je zeggen. We zagen dat zelfs aan Davis, die hield even in, die denkt er zal wel gefloten worden, maar dat gebeurde niet. Godouin. Dan moet je altijd blij zijn als die Heger niet in de buurt van de cirkel staat. Choppy. En Heger. Gazet op de stick getikt. Nogmaals, dit schot van Stefan Veen. Wat natuurlijk door de moeilijke hoek en de backhand niet al te hard was om een keeper van dit niveau te verrassen. Keeper die overigens jarenlang al stuivertje wisselt met Damon Deletti, de andere keeper. Hij was er in 94 even niet bij, maar krijgt sinds 95 weer de voorkeur, deze Lechlen Dreyer boven Damon Deletti. Nog 4 minuten in de eerste helft. Godwin en Spraal. En eigenlijk zie je dat de Australiërs toch langzaam maar zeker ook met een beetje hetzelfde probleem kampen. Dat ze toch ook niet echt gemakkelijk meer in de buurt van de cirkel van Nederland komen. Maar ze storen wel over het hele veld. Elmer, Godwin, Kerutus. Nou, Veen blijft, of Van Pelt blijft goed bij Stephen Davis en dat is heel verstandig. Verliest hem werkelijk geen moment uit het oog. Nog 3 minuten hier in de eerste helft en wij gaan over naar het zwembad Aquatic Center voor de 200 meter wisselslag. Een hele belangrijke wisselslag, want dit is Jani Sivinen, de Fin, zwemt op baan 4. Maar naast hem ligt Marcel Wouda. En wat kan hij? Het is... van Australië tegen Nederland. Voor de laatste 3 minuten terug naar Hans Brian. Brinkman. Ja, het gaat toch bij de Australiërs ook wat moeizaam. Al moet Leo Kleghebbing hier toch even fors ingrijpen.
Daar is hij weer, die Stephen Davis. Even ben je hem dan kwijt. En dan komt er ook gelijk iets uit. Ja, buitenspel van... Paul Lewis. Ja, het wordt wel aan Paul Lewis gegeven. Het leek meer op de man die achterin stond, die net in het ploeg gekomen is, Grant Smith. Daar ziet u hem links tegen de zijlijn. Delissen. De Nooier, ja, dat is indirect afhouden van Klein Gebbink. En dat doorzag O'Connor. Bovenlander. Delissen. Is toch goed hoor. Op die linker, op die rechterkant en op de linkerkant gaat het niet goed. Maar op de linkerkant zie je toch steeds een goede rugdekking. Een soort driehoekje waardoor er dan nog altijd iemand achter staat als een bal verloren gaat. Dit is dus gevaarlijk spel van de Australiërs. Wordt weer niet gegeven. Bal gaat omhoog via een stick van een verdediger. Lange hoekslag. Delen ze tweede paal. De Nooier, eerste paal. En ook Veen er dan nog bij. Nou, wat voor een kans is dat? En dat is de strafcorner. Het was de stick van Carruthers die Delissen belette om uit te halen. Nog een kleine minuut, dus het zou een mooi moment zijn om langzij te komen. Dan moet de klok natuurlijk stilgezet worden en dat is gebeurd. Want Walk komt toch iets wat strompelend, zou je kunnen zeggen, terug in het veld. Of dat voor de wedstrijd is of alleen voor de strafcorner. Want u weet dat het verdedigen bij de strafcorner wordt natuurlijk ook opgetraind. En daar heb je bij een vaste bemanning voor. Maar in ieder geval, Wolk staat erop. Sproul te vroeg en hetzelfde geldt voor Carruthers. En weer laat hij de tijd stilzetten, O'Connor. En dat is natuurlijk terecht. Sproul te vroeg en die kan ook een kaart komen halen. Het zal ook wel een groene worden. Ja. Alle ploegen hebben daar moeite mee. En de tijd staat al die tijd stil, want dit is natuurlijk de manier anders om zo'n laatste minuut door te komen. En dat is niet de bedoeling van het spel. Ze staan er allemaal. Lomans, Van der Honert en Bovenlander. En Sproul weer te vroeg. Nu dan. Bovenlander, ja, ga maar hard. En het is raak. 2-2. Wat een prachtig moment om langs zij te komen. Lomans zal terug naar de kant. En Boma en onze Corniveer, onze grote man Bovenlander, krijgt een bemoedigend en hartelijk klopje van alle medespelers. Want op dit moment moest het natuurlijk gebeuren. Gewoon rechtdoor in de hoek die het minst gedekt is. Kei en keihard, nagelvast, 2-2. Ja, daar kan hij mee groeien hoor, Bovenlander. Dat heeft hij nodig. Even een keer raak slaan en dan speelt hij het uit. En daar is de zoomer. Het is 2-2 en gezien de verhouding in de wedstrijd een hele terechte stand. En zo is het een hele leuke nacht hoor. Nederland scoort en we hebben brons bij het zwemmen. En Bovenlander, ja, dus dat wil hij graag. Dat wil hij heel graag, dat opzoeken van Mark Delissen. Gewoon een strakke bal in het centrum. Maar zijn bal is overgenomen, Choppy. Brinkman verdedigt hem goed, loopt aan de binnenkant langs, maar de bal gaat over de achterlijn. Veel speelminuten voor die kleine Choppy, die jonge jongen, net 20. En zijn eerste groot seizoen. We zagen hem eigenlijk voor het eerst in Maleisië tijdens een toernooi als voorbereiding voor deze speler. Stacey dan. En schitterende ingegrepen door Stefan Veen voordat Paul Lewis gevaarlijk kon worden. Veen die zijn verdediging toch veelvuldig goed weet te assisteren. Davis, stuit op Van Pelt. Ja, die heeft zijn handen vol vandaag. Klein Gebbink, goed, passeert twee man, wordt dan afgehouden. Ja, die wil zich revancheren, dat is duidelijk. Die vindt dat heel vervelend dat hij aan de kant gezeten heeft. En dat roept bij hem extra krachten op.
Heker speelde de bal weg. En daar heb ik al geel voor zien geven deze week. Maar dat zal in deze wedstrijd toch wel groen worden. En dat wordt het. Geel zou natuurlijk, zie je, nog één keer. En dan ga je naar de kant, roept O'Connor. Dit was de actie tussen Heger en Delissen. Nou, het ging natuurlijk om wat daarna gebeurde. Het wegspelen van de bal. Bovenlander. Ja, ze zijn hard. Maar als hij omhoog gaat is hij moeilijk te stoppen. Dat ondervond Leo Klein-Gebbink. Lewis, de goede paas op Elmer. Van Pelt. En Teun de Nooier. Kan hij om Sproul heen? Ja, als hij binnendoor gaat wel. Nou ja, dat is toch geen wegzetten wat die Wark doet. Die zet gewoon zijn lichaam erin. Moet hij vooral doen. Hij grijpt al naar zijn zij. Van die blessure uit de eerste helft. Dat is een beetje wat Wark en York doen als ze te merken dat ze aan de noodrem moeten hangen. Het lichaam erin. Jasset, sober. En dat is ook tegen Australië het verstandigste om achterin sober te spelen. En hoe vreemd dat klinkt, het is gewoon tactiek om die ballen zo te spelen. Want daarmee drijf je je tegenstander in ieder geval weer naar achteren. En dus doe je dat dan vaak zo. Zie je een scoopje de andere kant uit, maar Stacey zag dat goed. Van Pelt. Soberheid in de hele verdediging en Van Pelt daar toch een meester in. Terug in de positie waar die hoort. En de Nooier maakt de overtreding op Lechlen Elmer. Godwin. Sproul. Stacey. En Sproul die door kan gaan. Ja, en dan is Van Pelt natuurlijk even gepakt. Het wipje over zijn stick heen. Sproul de cirkel in. Dan legt Jasset de stick goed plat. Maar dan is er nog alle kans om uit te halen. Voor die nummer 11, voor die Paul Lewis. En dan is het Jansen weer. Die dat grote machtige lijf ervoor moet zetten. Op die inzet van Paul Lewis. Nogmaals, kijk. Lewis kan uithalen. Het houdt de stick kort vast. Ja, dan is daar Jansen. Ik denk dat het zijn vijfde maal balcontact is in deze wedstrijd. Ja, dat is goed wat Van Pelt dat doet. Speelt de bal op de voet van Stephen Davis. En dan krijg je de vrije slag. Veen. Ja, beetje onhandig. Het probleem neerleggen bij de Nooier. Die ook al op de zijlijn vast stond. Ja, de duels worden wat verbeterder. En dat is, ik zei het u al, omdat beide ploegen dolgraag zouden winnen. Het gelijke spel betekent opnieuw uitstel. Dan moet je het allemaal in die laatste twee wedstrijden doen. En het is zo leuk om dat hier nou eens te bereiken. Godwin. Ja, handige jongen hoor. Doet een beetje denken aan Warren Birmingham in zijn goede dagen. En Hazelhurst. Van die mensen die op het middenveld het spel kunnen maken. De Nooier. Klein-Gebbink loopt. Krijgt hem niet. Delen ze wel. Tussen twee tegenstanders, dus dan maar zo. Ja, dat had Bovenlander goed gezien. Maar inmiddels was Van der Honert daar weg. Van der Honert die dus eindelijk nu op de linkervleugelpositie staat. Terwijl Teun de Nooier op de rechterkant te vinden is. En dat, daar moet over gesproken zijn in de rust. Dat Taco van der Honert te weinig rendement had in de eerste helft. En die heeft misschien geroepen van, ja, zet me dan eens een keer op links. Want Teun kan op allebei spelen. Dat doet hij bij zijn club ook. Klein-Gebbink. Zo. Wat is hij toch op snelheid goed. Wat kan hij dan de bal goed bij zich houden. En we hebben Van der Honert nu al twee keer aan de bal gezien. En dan hadden we in de eerste 35 minuten meer tijd voor nodig. Dus misschien gaan we nu wat van hem zien. Wel mee. Probeerde Veen, maar die kwam juist teruglopen.
zat een stikje tussen. En dus Bovenlanders. Hij slaat ze zo verschrikkelijk hard dat niemand eraan kan komen. En bovendien ging de bal ook nog omhoog. Ja, dat is een beetje gokken in die cirkel. Hard erin en dan maar kijken of iemand hem kan intikken. Ja, veel feller wordt er verdedigd. Er wordt veel meer op de man gespeeld door de Nederlanders. Ja, duidelijk wat agressiever dan in de eerste helft. Wel mee. Ja, dat soort dingen vind ik zo gevaarlijk in dat breedtespel. Dat er ineens iemand tussen duikt. En dat gebeurde nu, maar het wordt opgelost. Leo Kleingebbink, en die kan echt mensen laten staan. Kijk eens hoe die Wark in kwam lopen. Dat heeft niets meer met hockey te maken. De irritatie druipt van het gezicht van Leo Kleingebbink. Beetje begrijpelijk natuurlijk, die Wark denkt dat het de overtreding van Kleingebbink was en zoekt dus verhaal. Taken van Oonen, kijk hoe veel gevaarlijker die meteen is als hij van links kan komen. Dodewijn. En Heger. Godwijn. Stacy. Krijgt de bal van Spraal terug. En Australië houdt balbezit. Stacy. En daar staat de Nooyer toch weer op links. En Van de Honert op rechts. Dus wij moeten hier spreken van het wisselen van vleugel. Want kennelijk is het niet de bedoeling dat dat volgehouden wordt. York. Godwin. En Schoppie. Ja, die krijgt de bal en is ook in de cirkel. Dus dan wordt het oppassen. Kijk, daar wipt hij de bal over Brinkman heen. En dit doet hij omhoog. Dat vindt ook wel een gevaarlijk spel. En dus mag Nederland uitverdedigen. Dit is Choppy. Twintig jaar, inderdaad, de jongste man in de ploeg van Australië. Nou, dan maakt Jacet het zich wel erg moeilijk. Bovenlander. Ja, en dan gaan ze meestal wel opzij als hij de stick uithaalt. Spraal. Wok. Stacy en Spraal. Goede aanvalsopzet. De Nooyer mee verdedigend. Ten koste van een overtreding. Schoppie. Delmee kijkt. En Brinkman. Heel klein speenveldje, omdat iedereen bij elkaar loopt. En omdat het natuurlijk twee ploegen zijn waarvan de meeste spelers elkaar bijzonder goed kennen. Weer zo'n linkerpaas. Snelle paas van Jacet die toch wat onder druk komt te staan. En Van Pelt die ook niet in kon houden. Heger. Heger claimt de strafcorner, krijgt hem niet. En wie is daar? De verlosser Stefan Veen. Die werkelijk overal op het veld te vinden is. Aanvallend, verdedigend. Kijk, en nu zijn halfplek. Weer waarmakend. Mee in de aanval. Die kan de achterlijn halen als hij wil. Doet hij niet. Zoekt Delissen. Een bovenlander die goed anticipeert. Maar dat deed ook de man met nummer 14. Spraal. Ja, het wordt harder. Het ingrijpen van het centrale duo Wark en York wordt agressiever en harder. En dat kon wel eens wat voordelen geven. Bovenlander. De bal komt goed in de cirkel. Veen, eerste man. Nadat hij hem goed gestopt heeft, dan tikt hij hem af. Op Brinkman, die kan alleen maar schuiven. En dan wordt het zo geruimd. Wok ziet het aan hem af wat het hem in inspanningen kost. Dus
zo blijft de druk van Nederland toch even bestaan. En dat is op een goed moment. Na zo'n minuut of 12 in de tweede helft. Klein Gebbink bijna gescalpeerd, maar dat ging wel via een stik van een van de Australische verdedigers. En dus krijgt Nederland zijn vierde corner. Opvallend aanwezig, Klein Gebbink. Afspraken worden gemaakt. En ook de boomlange Lomans is erbij. Is hij aan de beurt? Dat is de vraag. Stop is goed, in één keer zelfs. En Bovenlander op de stik van de keeper van Lechlen Dreyer. Dan ging die bal wat omhoog, vandaar dat de Nederlandse ploeg bleef staan. Die dachten we krijgen er nog één, maar ze kregen hem niet. En dan moet je altijd oppassen, want dan hebben aanvallers altijd een mannetje meer dan de verdedigers. Loopt goed af. Vier corners voor Nederland en pas eentje voor de Australiërs. Je zou zeggen dat Nederland dus iets gevaarlijker was. Elmer. Moet hij doen. Lang blijven lopen. Nou. Nogmaals die corner, die strafcorner. Hier de stop. En dan gaat daar die bal omhoog. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan mag je wel weer een strafcorner voor geven. Maar wij zijn weg via Taco van der Honert. En Brinkman. Die kan ook versnellen. Veen, net niet. En dan laat keeper Dreyer die bal rustig over de achterlijn lopen. De Nooier heeft rust gekregen. En Remco van Wijk staat op de linker spitspositie. En wellicht verdient het aanbeveling om dat switchen voorin toch wat meer te doen. Want Van Wijk kan ook aan beide kanten spelen, zowel links als rechts. Dan moeten die twee oppassen, dat centrale duo van Nederland, dat ze het elkaar niet te moeilijk maken. Want die Choppy die blijft lopen en Heger ook. Nou, ze komen er goed uit. Prachtig doorgetikt door Veen. En dan is het Taco van der Honert die even daar mist. En dan denkt, dan zal ik maar eens laten zien wat ik kan. En hoe. Jammer dat hij net een halve meter tekort kwam op de cirkel. Ja, daar houden ze hier van. Techniek, kijk eens eventjes. Prachtig om York heen. Maar die houdt hem af. En dan mist u de vrije slag. En die is opgevangen door de Australiërs. Nieuwe kans dan. Bovenlander voor het doel. Dat moet hem worden. Ja, het wordt hem. Taco van der Honert. 3-2 voor Nederland. Schitterend doelpunt. En kijk, die jongen is blij zijn. Wat gunt iedereen Taco van der Honert dit doelpunt. Als je een slecht toernooi speelt. Dat weten we, want we weten hoe goed hij kan spelen. En dan ineens op het goede moment op zijn maatje Bovenlander insnijdt en afmaakt wat Bovenlander hem aanbiedt. 3-2 voor Nederland. Een schitterend doelpunt met nog 20 minuten te spelen. Kijk, dit was die actie. Ja, de alleen maar afwerking. Dat is natuurlijk jammer dat u alleen maar het doelpunt ziet. Want het gaat natuurlijk om die bikkelharde voorzet van Bovenlander die precies door Taco van der Honert wordt opgepakt. En alle aandacht voor hem terecht. Nou, wat gaan wij nu voor een wedstrijd krijgen? Ik zei u nog 20 minuten te spelen. En Australiërs die vechten tot de laatste druppel bloed.